Goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Ja, mooie dag vandaag. We krijgen de finale, maar daar gaan we het zo even over hebben. Maar we nemen eerst even afscheid van Van Gaal. Moet je nou kijken. Geloof in mij. Alsof hij naar de hemel wijst. En dan zeggen ze hier, Louis van Gaal vertrekt met stille trom. En dan stond er hier, hoe showman Van Gaal zijn hand overspeelde. Nou, vertel jij het maar. Wat vond je er allemaal van? Die kranten moeten vol, Harry. Het slaat nergens op, toch? Nee, maar Van Gaal, heeft hij nou een fundamentele fout gemaakt door die Argentijnen zo te treiteren? Treiteren? Wat heb je daarmee zeg? Nou ja, ik heb begrepen dat ze voelen zich erg aangesproken. Maar die zijn niet goed bij hun hoofd. Die Argentijnen niet? Die doen alles wat God verboden heeft. En die gaan doordat Van Gaal zegt dat ze wel eens de kans hebben dat ze de betere penalties nemen, dan zijn de heren boos. En dan zie ik Messi staan. Ja, hij is een geweldige speler. Maar dat komt misschien heeft te maken met dat hij 1,50 meter is. Gaat hij zo staan voor Van Gaal? Nou, die kijkt ver van die kinderfilmpjes volgens mij. Als je nou zo'n goede speler bent en je gaat zo voor een trainer staan, dan denk je er beter ook niet goed bij je hoofd. En daarom hoop ik ook, eerlijk gezegd, dat ze niet kampioen worden. Je hebt liever die andere partij. Dan gaan ze allemaal huilen. Al die Argentijnen gaan huilen. Dat lijkt mij ook wel eens een leuk gezicht. Zo? Ja. Mag jij zo zeggen? Ja, maar dat is toch, daar ben je niet goed bij. Maar neem je nou, merk ik nou dat je Van Gaal wat in bescherming neemt? Ja, is het nou nooit goed? Dat is toch gewoon zo. Volwassen vent en een van de beste spelers van de wereld. Die gaat tegen de trainer staan Van Gaal. En daarom dat hij heeft gezegd dat de kans groot is dat ze met penalty zouden winnen. Nou, is dat zoiets iets ergs? En er zit er nog een keeper. Ja, die, jammer genoeg, heeft hij er een aantal gestopt. Maar ik zat naar hem die vent te kijken. En die had zijn shit uit. Nou, ik zou dat niet gedaan hebben. Een hele dikke vent. Een hele dikke keeper. Zou dat het zijn misschien? Dat hij daarom die penalty zo goed stopt? Maar dat zoenen van die spelers op tv. Ik wil je op je mond zoenen. Wat een gelul. Dat zei Van Gaal. Ja. Ja, was je even, dan moet ik zeggen, was je even de weg kwijt. En Truus, die ging ook allemaal mee het veld op. Daar werden ze ook van gezegd dat het niet verstandig. Ja, maar dat zal ons toch een zorg zijn, Harry. Nee. Toch? Nee. Of niet? En dan heb ik hier nog even de elftal zelf. Hè? Dus zeg maar, de paai, was die nou goed? Nee, was heel slecht. Gewoon was droevig. En dat is de fout van Van Gaal. Van Gaal, die zegt, wij worden wereldkampioen. En als de paai terug is, nou, dan zal je wat beleven. Maar nou, dat de is paai, niet zo. Die had en geen ene speler heeft zijn niveau gehad op 1 na, dat was Ake. Dat was verder, elke wedstrijd was dat de beste maar, speler. Is de paai niet te vroeg de weien gegaan? Ik bedoel, hij had een blessure en de eerste wedstrijd deed hij half mee en dan weer niet mee. Nee, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Nou, ik denk, de conditie moet toch ook heel weer op. Ja, je vraagt het aan mij en dan ga jij antwoorden. Nou ja, ga jij zeggen dat ik het niet goed heb? Dat doe ik toch ook niet bij jou? Hey, wat zou je aan mij willen vragen? Wat ik doe? Ja. Ga je gang? Nee, je hebt net 4 dingen gezegd. Ik denk, nou, je hebt goed gelezen. Dat meen ik. Zo zie ik het. En nu ga je mij aanvallen. Ja, dan zit je weer naar me te kijken de hele tijd. Want die man die er later in komt, die kools maakte, hoe heet hij ook weer? Weghorst. Weghorst, ja. Wat had hij niet veel? Ja, dan zeggen ze achteraf. Had er ja, maar dat is altijd achteraf. Ja. Maar ik moet zeggen, het was wel er kwam wel iemand in die strijd leverde. Waar voetbalt hij normaal? Ik weet het geen eens. In Turkije zit hij, geloof ik. Bij? In een ploeg in Turkije. Dat is dus een onbekende speler in Nederland. Nee, Harry. Ja, niet over de inside, maar... Nou, hij heeft bij AZ gezeten. Je ziet het niet zonders op tv in de Eredivisie, dus dat bedoel ik eigenlijk. Oh, nou, dan heb je gelijk. En dan die keeper, nou ja, je hebt het eigenlijk al gezegd, hè, die Noppert. Ja, vooral... Nee, maar... Pinantisch kon nee, nou... maar eerlijk zijn, de eerste 3 wedstrijden heeft hij Nederland er doorheen gehaald. Heeft hij 3 geweldige ballen gestopt. Anders hadden ze er al uit geweest. Maar iedereen zat te wachten tot we penalties zouden krijgen. En dan zou die keeper, die zou ons er wel doorheen redden. Dat zei volgens mijn verhaal. En die professor, weet die andere gozer uit Volendam, die irriteert mij zo mateloos. Keeperstrainer is dat.
Dan zat ik met Chuck Bode langs de lijn. Als jij in moet vallen, gaat hij vertellen hoe jij moet spelen. Weet je niet? Dan denk ik, joh, gaat lekker zitten. En die Noppert, die keeper, dat was wel eigenlijk heel grappig gezicht. Want hij dook elke kant op, behalve naar de bal. En ik dacht van, die gaat ons redden. Dat dacht eigenlijk heel Nederland. Hm? En het was eigenlijk leuk om te zien en ook weer triest. Dat was het ook. Want als die bal daarheen ging, ging hij naar huis. Ging hij daarheen. Dan heb ik begrepen dat jij bent gesignaleerd in dat Corendon Hotel, in het Marokkaanse kamp. Daar ging je vaak heen. Heb je een voorliefde voor Marokko? Ik ben een paar keer geweest naar hier. Maar wat? Ik ben met Abu Taleb. Was hij er ook? Ja. Is het gek dan? Nee, helemaal niet. Maar het is wel netjes dat die man Amsterdam gaat helemaal vanuit Rotterdam. Maar die Marokkanen, dus eerst huilen ze van geluk. Dan hebben ze dus gewonnen van Spanje. Ze hebben van een heleboel geweldige elftallen zogenaamd gewonnen, Harry. Dus ga nou niet proberen te kleineren. Jij hebt ook wel iets met Marokkanen. Nee, maar ik ben voor Marokko. Samen met mijn dochters en mijn vriendin. Nee, maar... Het is een geweldige prestatie wat ze hebben geleverd. Dit is echt ongelooflijk. Ik denk dat het voor het hele imago van Marokko... Als zij niet hadden gespeeld tegen die andere ploegen, hadden zij wel eens in de finale kunnen komen. Want het was uitgestippeld. Brazilië, Frankrijk was de derde. En Argentinië, daar ging het om, die kampioen zouden worden. Nou komen er veel van. Dat kon je ook zien aan de leiding van de scheidsrechters. Want dat was echt niet te geloven. Die ene scheidsrechter. Die waren zo corrupt als ik weet niet wat. Uit Argentinië, wat schijt je helemaal een half tonnetje gehad? Nou, dat is weinig. Maar meer gekregen. Ja, natuurlijk. Je zag het gewoon. Hoeveel gele kaarten waren dat? Dat kan gewoon niet. 19 zeiden ze geloof ik, of 17. Maar hij dorst die rode kaart niet te geven, kennelijk. Hij moet gewoon Messi wegsturen. Maar die had een kaart en die slaat gewoon een bal weg. Dat is Hens. Twee keer geen rood. Ja, maar dat deed hij niet. Nee, tuurlijk niet. Maar, die moest in de finale komen. Nou, de finale zelf, hè, dat volg ik natuurlijk op de voet. En dus hadden Messi... Wat zei je? Volg jij dat op de voet? Op de voet, ja. Oké. Okay. Niet te voet, maar... Maar jij volgt het op de voet. Zo'n uitdrukking in Nederland. Nee. Messi versus Mbappé, de flow tegen de... Jachtluipaard. Ja. Deed hij ook mee? Wat zeg je? Deed hij ook mee? Dat jachtluipaard? Ja. Nou, ik moet je zeggen, die Mbappé niet om het ene stand, maar wat kan die vent lopen? Ja. Het is net hier zo. Hij kan heel hard lopen. Zo overdrijven. Zit, gaat hij zo. Ja, dat is echt hartstikke leuk. Vind je dat niet goed dan? Zie je liever, net Messi die gaat zo. Ook niet. En die Mbappé die gaat... Nee, ik heb een paar spelers gezien. Bij Engeland 1 heb ik er gezien. Bij Duitsland. Het was voor het eerst dat ik het erg vond dat Duitsland eruit ging. Er liep een jonge jongen in. Michalla, geloof ik, heet die. 18 jaar. Geweldige speler. Dat is een mooie speler om naar te kijken. Want die laat ons, Harry, beter spelen. Ja. En die Mbappé, die is zo snel. Dat is echt... Echt bizar, maar ik vind het niet echt een hele goede speler. Hoe gek dat klinkt. Griezmann, hè? Griezmann, ja. Er is een mix van Platini, een Zidane en een tennisser. Wie heeft dat geschreven? Ja, hier jouw krant. Nee, dat is een Telegraaf, de concurrentie. Telegraaf. Oh, dat kan niet anders. Ja. In mijn krant zeggen ze niet dat soort gekke dingen. Nee? Nee. Nou, Griezmann is een hele gewone, normale speler. En nu wist hij alles bij elkaar. Wat zei je nou net? Leipaard? Of was hij... Nee, dat is die andere. Messi en Mbappé, dat is de flow tegen het jachtluipaard. Ja, maar... De flow die gaat zo en die andere gaat zo. Begrijp je het nou? Nee, maar dat geeft niet. Dan moet je vanmiddag maar even kijken. En die Griezmann hebben we het over gehad. Ja. En nou eigenlijk, dat vond ik eigenlijk heel triest. We gaan toch een beetje nationaal ook nog even praten... Henk Vreese, wat is er nou precies gebeurd? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb 3 keer van mensen van de club gehoord en 3 keer was het iets verschillend. En op het laatst kwam er, ik weet niet wat die man doet bij Utrecht, die heeft zo'n schriftgeleerde. Die ging even vertellen dat het eigenlijk niet zo erg was. Ik kan me voorstellen, als je trainer bent en je hebt zo'n vervelend klein ventje bij je elke keer, die overal al
irritatie. Hij is bij Ajax geweest, hij is bij Bündchen Gladbach geweest. Hij is bij nog een club geweest. Overal hebben ze hem eigenlijk weggeschopt. En dan gaat Utrecht hem weer ophalen. En dat is gewoon een heel, heel vervelend ventje. En ik kan me voorstellen dat Henk het op een gegeven moment... Zowel Henk zegt van niet, maar dat dit zat is en dat hij me draai hem zijn oren geeft. Ja. Wegwezen. Een soort Matthijs van Niekerk, maar dan in de voetbal. Ja, maar dat kan ik ook wel begrijpen. Ja, ik ook. Als jij hier iets bent en je hebt iets, een heel mooi ding... en de mensen achter het allemaal verzieken... Dan, ja, dat kan. Heb je toch de pest in, of niet? Ja, tot slot, hè, want we hebben nog een half minuutje. Zo. Wie gaat er winnen vanmiddag? Ja, maar dat zeg ik niet. Ik hoop dat niemand wint. Maar dat kan niet, natuurlijk. Ja. Frankrijk, denk ik. Ja. En jij? Ja, hij mag van mij. Frankrijk dan. Laat maar op Frankrijk houden. Als jij dat wil, oké. Ik vind die Mappé, is toch wel een vent, hoor. Zijn broertje is 15, die gaat nou bij Saint-Germain spelen. Ja, maar hij heeft zoveel macht gekregen dit jaar. Hij beslist gewoon alles bij die club. Ja. Want anders had hij naar Real Madrid gegaan. Maar ik vind hem niet arrogant. Hij komt wel sportief over. Nou. Heb jij wel eens een Fransman gezien die iets betekent die niet arrogant is? Serieus? Nou, inderdaad. Frankrijk is mooi land. Jij komt heel veel in Frankrijk. Ik begrijp wel dat jij dat niet kan zeggen. Nou, Frankrijk is mooi, maar de Fransen wat minder. Wil ik het wel zeggen, dat ik het irritante gast... Hij gaat toch winnen, Willem. Ik ben ervan overtuigd. Bedankt, fijn dat je er even was. En we gaan zo verder praten na de reclame met Martine Hafkamp van Vintessa. En we praten met Tom van Aken van het beursfonds Avantium. Hij bouwt een fabriek in Delfzijl waar ze industriële suikers plastic maken, Willem. Wat? Plastic? Plastic maken. Is dat lekker? Luister maar goed. Tot zo.